Daniel, volgens mij kennen wij elkaar al sinds een jaar of 10 op Palais, klopt dat? Ja, we zijn in 2008 denk ik elkaar tegengekomen op Palais bij de Race Academy. Waar ik als cursist deelnam aan een driedaagse training. Ja, en uiteindelijk zijn we nu 8 jaar verder en zien we elkaar nog steeds. Kan je iets vertellen over wat er met jouw racecarrière gebeurd is in die tussentijd, in die 10 jaar? En in 2009 in de KNV Cup gaan rijden. Nou, dat ging best wel goed en op een gegeven moment gingen we daar een stapje verder. Om in 2011 deel te nemen aan de endurance wedstrijden. En de overstap te maken naar een 1000cc motorfiets. Ja, en je bent er ook al sinds het begin bij de start van de OW Cup. Het is nu al het 4e jaar. En hoe gaat het bij jou in de OW Cup? Wisselvallig. We hebben dit jaar een nieuwe motorfiets. 2 jaar geleden de 3e geworden in het eindklassement. Dus dat ging wel heel erg goed. Vorig jaar wat minder seizoen gehad met veel downs en een paar ups. Einde van het jaar een nieuwe motorfiets gekocht. En daar zijn we dit jaar eigenlijk mee verder gegaan. En ja, dit jaar gaat het ook wat met ups en downs. Een keer een nul scoren. Een aantal crashes gehad in de trainingen. Maar voor vandaag ziet het er in ieder geval goed uit om het seizoen af te sluiten. Ja, het ziet er bij jou altijd erg mooi uit. Je pitbox, een gigantische trailer. Hoe belangrijk is dat voor je, die uitstraling? Ja, ik vind uitstraling gewoon heel belangrijk. Omdat ik vind dat wij met iets semi-professioneels bezig zijn. En buiten dat het heel gezellig moet zijn natuurlijk met z'n allen. Maar het is ook een stukje uitstraling van, nou ja, in ieder geval voor mijn bedrijf, maar ook voor mijn sponsoren natuurlijk. Die mij altijd ondersteunen al sinds jaar en dag. Dus ik vind dat wel, belangrijk. Wat zijn jouw toekomstplannen? Ga je volgend jaar weer in de OW Cup racen? Ja, wij gaan volgend jaar gewoon weer verder in de OW Cup. We willen wel weer endurance wedstrijden gaan rijden, maar de invulling daarvan die laat nog even gissen. Dat weten we nog niet. Ja, wat zijn eigenlijk je ambities? Wat wil je bereiken in de sport? Mijn ambitie is om nog een keer kampioen van Nederland te worden. Ofwel in de OW Cup ofwel in het ONK. Maar ik merk gewoon dat de jongens die vooraan rijden, die rijden heel veel. Die gaan ook een stukje harder. En ik moet gewoon meer tijd gaan maken om ook te gaan trainen. En meer wedstrijdritme op te doen. Ja, Nederlands kampioen klinkt vrij ambitieus. Want zo jong ben je ook weer niet. Nee, ik ben voor de motorsport al redelijk op leeftijd met mijn 28 jaar. Ja.